Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef alvast een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Ja, dat is gek. Minder bak zonder dak. Maar er komen allemaal nieuwe platen op. Dat komt heel graag eruit zien. Zo Tess, ben je aan het doen? Ik ben aan het rijden op mijn nieuwe pony. Maar we gaan nog niet naar beneden. Nee, we gaan nog niet naar beneden. Dat zien jullie morgen allemaal. Dus vandaag... Zondag. Oh, de nieuwe pony zit tegen me aan te tikken. Nou, veel plezier. Dank je. Kijk, op de manege wordt niet alleen paard gereden. Daar worden ook gewoon spullen gejat. Nou, en dan gaat dat erachteraan, denk ik. Ja hoor, kijk, daar gaat ze al. Kom dan. Kom dan ook. Kom dan. Nee. Nee. Tess is cool. Die denkt, je zoekt het maar uit wat je bent. Gelijk heb ze. Vandaag is maandag. Henja is vrij. Vrona niet. Daar gaat Kim straks op rijden. We zijn lekker even in de paddock. En naast mij staat Tess de nieuwe pony. En ik krijg jullie morgen te zien. Ik moet wel zeggen dat het heel lastig is om er de hele tijd omheen te filmen. En vooral omdat Henja ook heel braaf is naar de nieuwe pony toe. En er is niet weggejaagd zoals normaal gesproken, maar het eigenlijk allemaal wel best en prima vindt. Dus ik vind het verrassend. Bij ons zijn de scholen klaar. Dus vandaag is de eerste ponyles weer. En ze lijken er allemaal wel heel veel zin in te hebben. Eentje besluit nog even gras te eten. Ze gaan allemaal naar hun stalletje toe. Ik denk ook wel weer tijd. Vandaag vrij gehad naar ponykamp. Dan is het toch wel weer lekker. En de laatste. En de laatste. We staan bij Laura en komen shirts halen en ik vraag aan Rick, kijk even of de deur open is. Hij zal ook niet met zijn luie reet uitstappen. Nee, hij gaat gewoon uit de ramen hangen. Dat is een beetje jammer, Rick. Maar goed, hallo Laura, goedemorgen. Zo, samen met Rick de merchandise even opgehaald. Dus dit zijn alle doosjes. Hier ook nog. Met, oh, ik zal maar even open doen. Alle doosjes, met daar ook nog zonnebrillen, vesten, shirtjes, noem maar op. Dus straks op het horse event en in de webshop. Oh, wat doe jij nou? Laat ze er maar in zitten. Ik ben gewoon benieuwd hoe ze eruit zien. Ja, kijk maar in de doos. Kijk, Rick, je bent toch geen kuiken? Toch wel? Goed, dit shirt gaan we eerst wassen voordat iemand het krijgt. En misschien moet ik hem maar weggeven aan een van de kindertjes. Dus, merchandise. Hoe cool. Het horse event brengt verschillende dingen met zich mee. Dingen die heel leuk zijn. En dingen die ik, nou, je kunt wel zeggen, gewoon haat. We moeten namelijk vandaag rijbroeken kopen. Ik ben het leuk. Matching rijbroeken. Dus dat betekent dat ik door Rotterdam moet gaan lopen.
op zoek naar een winkel met deze twee dames, zodat we allemaal ongeveer dezelfde rijbroek hebben. Ja, niet mijn ding, zullen we maar zeggen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Geef een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Morgen heb ik een hele coole verrassing over mijn pony. Tot morgen. Tot morgen.